dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie, namelijk een expectation versus reality van fastfood. Dit heb ik een keer 2 jaar geleden gefilmd in Amerika, maar inmiddels is het dus 2 jaar verder en ik ben weer in Nederland. Dus leek me wel leuk om deel 2 te maken, want ik vind zelf dat het fastfood best wel erg verschilt met in Amerika. Want ik vind de McDonald's hier veel lekkerder dan in Amerika en dat soort dingen. Dus ik ben benieuwd hoe het hier gaat zijn. Het is ook al 2 jaar geleden, dus misschien zijn er ook wel dingen veranderd. We gaan het zien. Dit is dus een expectation versus reality van fastfood. Ik ga een foto van het menu erbij pakken. En dan heb ik de burger of de wrap of wat dan ook besteld. En dan gaan we zien of het echt gelijk is of helemaal niet gelijk is. En dat soort dingen. Dus heb je zin in deze video, geef hem dan alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar gewoon beginnen. Ik ga gewoon gelijk beginnen met de McDonald's, want daar heb ik 2 dingen besteld. Als eerste de Classic Big Mac. En misschien is dit heel raar, maar ik heb nog nooit een Big Mac op. Nou, dit is de expectation. Zo staat het dus op het menu en zo staat het op foto's en zo. En we gaan zien hoe die er echt uitziet. Ik heb de zak nog niet opengemaakt, dus ik ben heel erg benieuwd. Zelf bestel ik eigenlijk altijd gewoon kip nuggets. Nooit wat anders. En patat, dat is het. Dus hier heb ik de Big Mac. En ik ga de foto op mijn telefoon erbij houden, want ik kan het natuurlijk niet in beeld zien. Even kijken hoe die eruit ziet. Hier heb ik hem. Oké, er zit heel veel sla op. En dit is dus hoe die eruit ziet. Oké, op zich, ik vind het echt niet slecht. Ik vind hem echt niet slecht. Het enige, er zit veel te veel sla op. Natuurlijk is het groen wat minder groen. De kleuren zijn eigenlijk... Ik vind dit echt niet slecht. En het vlees stond trouwens op de foto 100% rundvlees. Ik weet niet of ik dat moet geloven, maar ik ga een hapje van nemen. Ik heb hem nog nooit op, dus ik ben heel erg benieuwd. Voordat ik het ga proeven, eerst even kijken of alles erop zit. Er zit kaas op, dat zie ik. Sla zit erop, dat zie ik ook op de foto. En er zit ook augurk op en dat zie ik ook op de foto. Ik zie midden een broodje. Alles, ja, alles klopt gewoon. Ik ben best verrast. Ik zit echt hier lekker op mijn bank, dus ik ben helemaal aan het morsen, maar we gaan proeven. Wow. Ik heb nog nooit een Big Mac op. Maar misschien ga ik dit wel eens bestellen, want ik vind dit echt lekker. Oh wow, ik heb nog nooit een Big Mac op. Dat is echt heel raar om te bedenken, maar ik vind hem echt lekker. Oké, we zijn gelijk goed begonnen. Het ziet er gewoon goed uit, vind ik. Ik vind het best wel een goede expectation versus reality. Hij is lekker, hij ziet er goed uit. En het menu verschilt niet heel erg met de reality. Ik had nog wat besteld bij McDonald's. Namelijk een McWrap Chicken BLT. Zo hoort hij eruit te zien. En eerlijk gezegd denk ik niet dat dit echt succes gaat zijn. Want als je een wrap krijgt, ziet het er niet echt zo uit. Maar ik heb weer nog nooit een McWrap op. Dus ik ga het zien. Dit is hoe de reality eruit ziet. Even vergelijken. Waar ze slaan. Oké, als eerste, de kleuren zijn gelijk veel minder. De foto is veel meer aantrekkelijk dan dit. Ik zie bijna geen sla. De kip, ja, de kleuren zijn gewoon niet net als op de foto. Dat is op zich wel logisch, maar alsnog. Het lijkt net alsof die veel meer gevuld is op de foto. En hier zie je eigenlijk een heel groot gat. Ja, alles zit er volgens mij wel op. Ik zie sla, ik zie bacon, tomaat en kip. En dat zie je ook op de foto. Dus dat is wel top. Ik ga hem gewoon proeven. Ik ben benieuwd hoe hij smaakt. Oh, heel veel mayo. Maar hij is op zich niet slecht. De kip vind ik niet heel lekker. Maar er zit heel veel saus op, vind ik. Maar op zich, ik zou dit wel kunnen opeten. Ik vind het niet heel slecht. Deze is sowieso minder dan de Big Mac, vind ik. Ik vind nu dat je hem zo hebt, ja, hij lijkt er niet heel erg op. Maar je ziet wel, als je dit ernaast houdt, dat dit hem wel in het echt is. Ik vind het niet een hele goede expectation versus reality, maar het kan erger. Bij de KFC heb ik als eerste een Zinger Burger besteld. Ik zal hier een foto erin zetten en ik ga hem er gewoon bij pakken. Ik ben heel erg benieuwd of de KFC het goed gaat doen vandaag. Volgens mij had ik bij de vorige geen KFC gebruikt. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet verwachten. Oh, hij lijkt heel groot. Ik ga hem openmaken en weer echt super veel sla. De foto is de sla wat meer, zeg maar, gecontroled. En vergeleken met de foto is het heel rommelig of zo. Op de foto zie je heel goed de kip helemaal onder en echt een heel groot stuk kip. Daarboven heb je dan de tomaat. Nou, oeh. Ik had ook nog kaas bij besteld. Ze vroegen of ik kaas wilde, maar zeiden maar ja, want ik heb dit nog nooit besteld bij de KFC. Dus we wisten niet wat we moesten doen. Daarboven tomaat en daarboven sla. De sla is best een veel. Het ziet er niet hetzelfde uit. En ja, daarboven heb je saus. Ik zie wel wat saus. Oké. Okay. Het broodje ziet er wel heel goed uit, net als op de foto. Maar ja, ik snap ook wel dat je het niet zo perfect kan maken. Ik ga hem proeven. Wat ik ervan vind. Ik vind hem niet heel veel smaak hebben. Ik heb net natuurlijk die wrap op. Die heeft gewoon veel meer smaak dan dit. Vind ik wel jammer. Hij is een beetje pittig.
De kip is een beetje pittig. Vind ik wel lekker. Maar niet heel veel smaak. Er zit niet genoeg sla op, denk ik. Je ziet hier ook geen sla. Niet zoveel saus. Alleen tomaat en kip. Ik neem gewoon nog een hapje meer hier van de zijkant. Ik vind het gewoon een prima kipburger, eerlijk gezegd. Niet heel speciaal. Zou ik het nog een keer bestellen? Ja hoor. Als ik honger heb, bestel ik het dan nog een keer. Alsnog, ik vind het ook gewoon net als de vorige. Je weet dat dit, zeg maar, die burger is. Ik vind het eerlijk gezegd best wel goed gaan. Volgens mij was de vorige HPT's versus reality veel slechter dan deze. Dus, oké, wat had ik als tweede besteld bij de KFC? Dat was een Twister. Zo wordt de Twister eruit te zien. Een beetje als de McWrap. Dus ik ben benieuwd. Misschien ziet hij er beter uit, misschien niet. We gaan het vergelijken. Ik ga hem even uit de zak halen. Oh, hij zit gelijk in. Hoort dit dicht te zijn of niet? Want volgens mij hoort hij niet dicht te zijn. Dus het staat niet zo op de foto. Wat? Tja, als het zeg maar zo op mijn menu staat, verwacht ik ook wel dat hij er zo uitziet. Maar hij is gewoon dicht. En dit ziet er ook heel gek uit. Kijk, bij de McDonald's was hij wel open op het menu. En was hij ook gewoon open in het echt. Maar ja... Dit is gewoon helemaal dicht. Maar als het op mijn menu gewoon open staat, dan denk ik ook dat hij open is. Echt, maar ik ben benieuwd wat hier dan onder zit. Oké, wacht. Dit is echt heel slecht. Oh, dit is echt een film. Ik zei net van, oh, dit gaat echt goed. De fast food is echt beter in Nederland, maar serieus. Zo staat het niet op het menu gewoon. Ik ga het even afscheuren. Nou, zo ziet de binnenkant eruit. Ik heb even de bovenkant eraf gehaald. Maar jongens, zo hoort hij niet. Ik zie nog een keer de foto. Er zit ook volgens mij tomaat op te zitten, maar ik zie ook geen tomaat. Ik is hier lekker. Ik ga hem gewoon proeven. Ik kan er echt niet meer lang naar kijken. Want het is op zich geen slechte wrap. Ik vind het zelfs wel heel zuur. Ja, jongens. Wat moet ik hier nog meer over zeggen? Expectations versus reality. Dit is echt gewoon zo'n veel. Ik verwacht dat hij zo komt. En hij komt zo. Ja. Veel. Dit is een veel. We gaan door. De volgende en ook de laatste fastfoodketen is Domino's. En daar heb ik weer twee dingen besteld. En ik ga beginnen met een broodje. Dit is namelijk de pulled beef broodje. Hij is nog heel erg warm. Dus dat is lekker. En zo ziet hij er op het menu uit. Dit is dus mijn expectation. Dit ga ik dus verwachten van dit broodje. Hopelijk gaat het ook zo zijn. Deze is trouwens bezorgd. Vandaar dat hij warm is. De andere hebben wij gewoon in een drive-thru gehaald. Oké. Nou, zo ziet hij eruit. En dit is dus de expectation. Als eerste, het broodje zit natuurlijk hoger op de foto. Maar voor de rest ziet het er niet heel slecht uit. Op de foto zie je eigenlijk een beetje dat de beef er wat anders uitziet. Maar... ja, je ziet alle ingrediënten die erop zitten gewoon door de beef heen. En dat zie je ook op de foto. Dus ik vind dit op zich wel goed. Ik weet niet wat dit is. Dat zie je niet op de foto. Dit is gewoon gek kaas of zo. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik ga hem proeven. Ik weet niet of ik hem heel lekker ga vinden, maar... zo, de beef is lekker. Ik vind deze echt wel heel erg lekker. Ik heb nog nooit een broodje op bij Domino's. Maar misschien ga ik wel eens vaker een broodje bestellen. Ik vind de beef echt heel lekker. Ik had niet echt verwacht dat ik hem lekker zou vinden, maar ik ga nog een hapje nemen. Ik vind de expectation versus reality wel heel erg goed. Domino's krijgt van mij een thumbs up. Maar niet alles van Domino's. Dit is natuurlijk maar alleen een broodje. Ik heb ook nog een pizza. De pizza die ik heb besteld is de hot and spicy. Want dit is eigenlijk een van de weinige pizza's die echt veel toppings had. Dus dit is de expectation. En ik ga hem even bijpakken. Hij is ook nog warm. Lekker. Ik weet niet of je deze weer gelijk gaat vinden. Want hot and spicy hou ik niet heel erg van. Maar zo. Daar zit veel op. Oh. Hij ruikt ook heel erg pittig, maar we gaan even vergelijken. Hij zit echt veel meer op dan op de foto. Ik denk dat dat op zich wel goed is en niet een slecht iets. De kleuren zijn ook gewoon goed. Misschien zit er wel... ja, er zit gewoon veel meer dingen op. Ja, eigenlijk alle ingrediënten kloppen, maar er zit gewoon heel veel op. Echt heel veel. Ik weet dan niet of de expectation versus reality echt wel klopt. Nou, eigenlijk niet, omdat er veel meer op zit dan op de foto. Maar misschien maakt dat het juist wel lekkerder. Dus ik ga het proeven. Ik ben best bang omdat het er heel pittig uitziet. Dit is een stukje. En ik ga hem proeven. Oké. Dit is niet echt een pizza die ik zelf zou nemen. Maar dit is natuurlijk wel goed voor zeg maar, de FPT versus reality. Hoe je dat kan zien. En ik vind het heel veel deeg, zeg maar. Heel pittig en niet echt lekker. Niet echt een pizza voor mij. De FPT versus reality klopte ook niet helemaal. Minder dan het broodje vond ik. Maar op zich niet slecht. Dit waren eigenlijk alle fastfoodketens met de fast foods. En op zich ben ik best wel verrast. Ik dacht echt dat het zo goed ging aan het begin totdat de KFC wrap kwam. Maar ja, er zit altijd wel wat bij dat het gewoon niet op lijkt. En dat was zeker de KFC wrap van vandaag. Voor de rest klopt het allemaal wel goed. Ik was heel erg verrast door McDonald's. En ja, KFC was een beetje Domino's was ook gewoon goed. Dus
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik vond het super leuk voor jullie op te nemen. Geef deze video zeker een dikke duim omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je meer van deze video's wilt zien. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!